Dan gaan we naar Spanje, want het Spaanse paviljoen trekt behoorlijk veel bezoekers. Maar het gebouw springt dan ook direct in het oog. Het staat op het World Show Stage. Brenda van der Broek uit Balo werkt er gedurende 7 maanden. Welkom bij het paviljoen van Spanje. Het gebouw is ontworpen door een designbureau uit Madrid. De vorm is geïnspireerd op een groeicurve. Nou, zoals je ziet, het is best wel een opvallend gebouw en bezoekers zijn er van algemeen erg enthousiast over. Ik ben hier terecht gekomen doordat ik ben afgestudeerd in maart en kon helaas niet meteen werk vinden in mijn vakgebied. En hier kon ik wel aan de slag. En het leek me gewoon heel erg leuk om deel uit te maken van zo'n groot evenement hier in de regio. Het paviljoen van Spanje gaat over de verschillende regio's van Spanje en laat zien welke tuinbouwproducten uit die regio's komen. Alle cabines die je hier ziet staan voor een bepaalde regio van het land en laat zien welke tuinbouwproducten uit die specifieke regio komen. En de voorkant is telkens een film te zien die het landschap van die regio laat zien en de manier waarop de producten geproduceerd worden. En aan de achterkant is telkens wat meer informatie te vinden. De reacties op het paviljoen zijn eigenlijk voornamelijk positief. Op de eerste plaats natuurlijk de buitenkant van het gebouw. Het is gewoon een heel mooi, opvallend gebouw. En daarnaast over de binnenkant. Het is ook van de binnenkant mooi. Er is veel te leren en niet op een saaie manier, maar juist op een hele interactieve manier. Deze foto's zijn allemaal gemaakt tijdens het maken van de filmpjes op de cabines. Op de foto's zie je mensen die in de tuinbouw in Spanje werken. Het is een vorm van een zon omdat het eigenlijk een hommage is aan de mensen die de tuinbouw in Spanje mogelijk maken. Nee, ik spreek helaas geen Spaans. Ik spreek wel goed Nederlands, Engels, Duits en een beetje Frans. Dus daar waren ze ook tevreden mee.